Voor de challenge van vandaag heb je alleen een paar muntjes nodig. Goede hand-oogcoördinatie en snelle reflexen. Wat doe je? Je legt één muntje op de achterkant van je hand. Je gooit omhoog en vangt het langs bovenop. Je mag ook met één hand opgooien en met het andere opvangen. Volgende stap, twee muntjes. Dan spreiden ze een beetje, dus niet net naast elkaar. Dan gooien ze tegelijk op en proberen ze één voor één. Eén hand op en dan druk je twee handen proberen te maken. En nu wordt het moeilijk. Drie munten op de achterkant van je hand of arm. Proberen met één hand te vangen. Probeer eens met twee handen. Nu staan jullie. Test je eigen reflexen en laat ons weten hoeveel muntjes jullie kunnen opvangen met één of met twee handen.